Meneer Asscher, waarom denkt u dat de partijleider van dit moment dat vertrouwen niet voldoende kan terugwinnen? Omdat uiteindelijk er nu behoefte is aan een ander soort leiderschap. Diederik zegt het zelf, ingenieur, maar het gaat natuurlijk ook over hoe mensen met elkaar samenleven. En als je uit elkaar gespeeld dreigt te worden als samenleving, dan moet er dus ander soort leiderschap komen. En het tweede is, uiteindelijk wat mensen willen zien in de Partij van de Arbeid zijn onze principes en onze waarden. En die moeten ze, daar moeten ze op kunnen vertrouwen dat die niet onderhandelbaar zijn. En dat we dat in de praktijk brengen. Zegt u dat de heer Samson die principes heeft weggegeven in de vorige kabinetsformatie? Ik heb in ieder geval ervaren, bijvoorbeeld in het sociaal akkoord, dat het heel belangrijk was dat ik wat in het regeerakkoord was weggegeven op het ontslagrecht. Op de werkloosheidsbescherming in een tijd van enorme werkloosheid, dat ik dat met dank aan de steun van de vakbeweging en velen heb kunnen rechtzetten. Maar dat was wel nodig. En ik denk dat juist omdat er weer nieuwe onzekerheid is, omdat mensen zeggen, ja, we hebben het economisch beter, maar ik voel het nog niet, dat het belangrijk is dat ze ervan op aan kunnen dat er een leiderschap is dat gebaseerd is op waarden en op principes. En dat kan Samson niet waarmaken. In uw optiek. Nogmaals, ik heb dat in mijn begin. Ik heb heel veel waardering voor Diederik Samson. Ik heb niet voor niets zo goed met hem samengewerkt. Dat noemen ze doodknuffelen. Ik ben een ander mens en ik ben een andere leider. En ik ben heel serieus over de noodzaak dat er wat verandert. Als we niet durven te veranderen, als we niet koers, leiderschap, toon, boodschap durven te veranderen, dan zijn we straks, als het er in maart om gaat, en dan gaat het dus niet over Diederik en niet over mij, maar over de toekomst van ons land, zijn we geen factor. Dan gaan Mark Rutte en Geert Wilders het samen uitmaken. Nee, ik snap dat, maar ik probeer toch te zoeken wat nou precies uw gebrek aan vertrouwen is in de huidige leider. Daar gaat het toch om. Er zit PvdA-leden, die zien twee kanjers van politici, allebei grote ervaring, daar moet je in Amerika ook nog maar op komen. En toch zegt u, er staat een hele goede man, met veel waardering voor. Maar hij is niet de leider die wij nu nodig hebben. En ik probeer toch het antwoord te krijgen. Waarom niet? Ik vertel alleen wat ik te bieden heb. En ik constateer dat heel veel kiezers ons verlaten hebben. Heel veel kiezers nog steeds dezelfde idealen hebben. Dat zit in het DNA van Nederland. Dat je een beetje naar elkaar omkijkt. Dat we eerlijk delen. Dat je niet de ene enorm laat profiteren en de ander achterlaat. En blijkbaar... zien ze dat niet in de manier waarop de partij nu functioneert. En het zit hem ook in of je het samen doet. Of je de kracht van de afdelingen weer voorop stelt. Of je ook mensen hoort voordat je een besluit neemt. Dat betekent op de onderwerpen waar het straks over gaat, de samenleving bijeenhouden. Maar het betekent ook het leiderschap wat nodig is om een land bijeen te houden, wat soms aan haat en agressie uit elkaar dreigt te vallen, dat er een verandering nodig is. Oké, meneer Samson, u mag reageren. Ja, dan wil ik zeggen dat ik iets verleinds ga zeggen over Lodewijk Asscher. Nee, dat hoeft helemaal niet. Het gaat erom dat het... dat was niet van plan. Nee, maar dat misverstaat. Het gaat erom dat mensen begrijpen wat het verschil is. Dus u hoeft niks verleinds te zeggen. Maar de heer Asscher zegt, u bent niet de goede leider voor de volgende periode. En ik geef u de gelegenheid om daarop te reageren. Als u het daarmee eens bent, dan kun je deze... Dan zijn we snel klaar deze avond. Ik denk dat er inderdaad één meningsverschil is. Lodewijk vindt dat ik weg moet en ik ben het daar niet mee eens. Dat is ongeveer een meningsverschil van... deze avond. En voor de rest gaan we niet heel veel meningsverschillen tegenkomen als het gaat over de inhoud en de koers en de waarde van de Partij van de Arbeid. Kijk, wij hebben de afgelopen 4 jaar vrijwel alles samen gedaan. Alles gedeeld, op het bed na, voor de rest alles in deze politiek. En dat waren intense jaren samen gedaan. Lodewijk zegt terecht dat hij met een prachtig sociaal akkoord is gekomen, waarin hij inderdaad de WW-duur een jaar heeft verlengd. Dat kwam omdat wij samen in de eerste week na het regeerakkoord met de VVD om de tafel zaten over dat zieke... de inkomensafhankelijke ziektekostenpremie, u herinnert zich dat drama vast nog. En uit dat drama kwam 500 miljoen voort, waarmee Lodewijk inderdaad in het sociaal akkoord aan de slag gaat. Zo hebben we samengewerkt. En dat was ik ook van plan om dat op die manier te blijven doen. Kijk, in deze lijsttrekkersverkiezing gaat het om wie de leider wordt van de Partij van de Arbeid. Maar het belang van die verkiezing in 2017, op 15 maart, is alles overstijgend. Is veel groter dan ons persoonlijke belang. Niemand is groter dan deze partij. En waar ik voor wil waken, is dat wij straks uit deze lijsttrekkersverkiezing komen door elkaar kleiner te maken. We zullen elkaar sterker moeten maken, want één van ons
zal deze partij gaan leiden richting die verkiezingen van 2017. Eén van ons zal op 15 maart een fantastische uitslag moeten maken. En dan moet één van ons zo sterk mogelijk zijn. Dus deze hele avond, en dat zeg ik ook alvast tegen u, want u kondigde al aan ergens, geloof ik op Twitter, dat u de verschillen ging zoeken. Dat mag ook, dat is ook uw baan. Maar die verschillen, ik ga er alleen maar voor zorgen dat wij elkaar hier op dit podium en in deze zaal sterker maken. Want dat heeft de Partij van de Arbeid nodig voor de toekomst. Ja.